Ik gebruikte eerder al de term digitale bankrovers. En dat doe ik vandaag weer. Omdat die term die andere kant van verdachten zo treffend illustreert. Onder meer de ING-bank, de SNS-bank en de Rabobank werden slachtoffer van deze digitale bankrovers. Ze hebben de getroffen klanten schadeloos gesteld. Juist omdat de werkwijze van de cybercriminelen niet te doorzien was. Met hun handelen hebben zij een bom gelegd onder het systeem van internetbankieren. Een systeem dat staat of valt met het vertrouwen dat wij als maatschappij en onze banken hebben. Ja, wat door het OM deze verdachte echt zwaar wordt aangerekend, is dat ze op grove wijze het vertrouwen van het publiek in het internetbankieren hebben geschaad. Dat hebben ze gedaan gedurende een langere tijd op hele grote schaal. Ze maken ook deel uit van een internationale organisatie, zou je kunnen zeggen. De criminelen gingen als volgt te werk. Ze verstuurden eerst een e-mail met daarbij een programmaatje dat zich automatisch installeert op de computer. De pc kan dan van afstand worden overgenomen en als het slachtoffer gaat internetbankieren, dan ziet hij niet de website van de bank, maar een exacte kopie gemaakt door de criminelen. Spin in het web was daarbij de man uit Barendrecht. Tegen hem is ook de zwaarste straf geëist. 6 jaar en 6 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij was degene die betrokken was bij de ontwikkeling van de kwaadaardige software. Hij onderhield internationaal contacten. Zou je misschien kunnen zien als leider van de andere verdachten. 3 van de 4 verdachten in deze zaak hebben inmiddels bekend. In totaal hebben zij 100.000 euro's van rekeningen van particulieren en bedrijven gehaald.